Welke inwoonster van Pelemaas heeft het in zich om het nieuwe model van onze gemeente te worden? Je ziet het in de look of Glitz & Glam. Welk meisje droomt er nou niet van? Schitteren op de catwalk en staan op de cover van bekende modebladen. Dat wordt misschien werkelijkheid van de winnares van de Look of Glitz & Glam. In dit programma gaan we kijken wie het nieuwe model wordt van onze gemeente. Een kundige jury gaat vandaag tijdens de casting kijken wie er door mag naar de volgende ronde. Nou, het is eigenlijk een traject naar Glitz & Glam, een groot evenement in het centrum van Panningen waar de hele gemeente aan meedoet. En die wordt dit jaar voor de vijfde keer vindt het evenement plaats. En ik had zoiets van, laten we eens iets heel anders gaan doen, want ieder jaar is een ander thema. En nu zijn we op zoek naar het gezicht van Pelemaas. Want Pelemaas is een bruisende gemeente waar heel veel gebeurt en heel veel enthousiaste mensen wonen. En dat, als we dat kunnen uitstralen in de look, is dat gewoon een heel mooi gegeven en dat is eigenlijk het idee. En ik heb natuurlijk wat mensen om me heen verzameld die echt vakkennis hebben. Dus Florian, die is zelf model, je bent modellenbureau. En Ad is natuurlijk een fotograaf met een grote bekendheid en veel mooie werk al op zijn naam. En dan hebben we op die dag zelf, tijdens Glitz & Glam, komt ook Fred van Leer, de bekende stylist. En we houden nu dan contact via de mail en via de telefoon, dat hij ook mee kan beslissen van wie er doorgaat en hoe het verder gaat. Ik ben Nathalie Tuithoff, ik ben 47 jaar en ik woon in Baarlo. En waarom doe je mee, Nathalie? Omdat ik denk dat ik glitz en glam kan zijn, ondanks dat ik 47 jaar ben en met 38 heb. Ik ben Samantha, ik ben 15 jaar en kom uit Panningen. En waarom doe je mee? Het leek me gewoon een keer leuk om mee te maken. Hoe het eigenlijk gaat, zo'n casting en zo. En wat doe je voor studie of werk? Ik zit nog op de middelbare MAVO-opleiding en ik werk in een klas. Jong en oud, iedereen mag meedoen aan deze wedstrijd. Onze kandidaten worden beoordeeld door Karin Jacobs, organisator van Glitz & Glam, model Floor Billekes, fotograaf Ad Verrijken en stylist Fred van Leer. Maar waar let onze jury nou eigenlijk op? Enthousiasme, de uitstraling, spontaniteit en natuurlijk verder de look van iemand. Hè. We moeten de look afwarren. We zoeken eigenlijk iemand die vooral uitstraling heeft, die plezier heeft. En die dus ook de spontaniteit eigenlijk uitstraalt. Hè? Want je kunt wel een hele mooie meid zijn, maar als je geen uitstraling hebt, ja, dan pas je ook denk ik niet binnen de glitz en glam. Ja. Enthousiasme is denk ik wel het meest belangrijke. Ja, enthousiasme en daarbij de uitstraling. Hi Floor. Hallo. Ik ben Fleur van Loon, ik ben 17 jaar oud en ik zit op het Bouwens in Panningen. Ik doe vandaag mee omdat het me heel interessant lijkt hoe het modellenwerk en alles in elkaar zit. En ik ben vooral heel nieuwsgierig. Van wat doe je in het dagelijks leven? Ik voetbal. Oké, cool. Ja, ik vind dat heel leuk. 3 keer in de week. En voor de rest gaan we van tekenen en muziek, keyboard en zo. En je studeert dan? Ja, ik doe nu 4 HAVO. Oké. Volgend jaar examenjaar. Spannend. Ja. Leuk. En heb je al een idee welke richting dat je uit zou willen? Ja, misschien niet in een creatieve richting, maar er is zoveel mogelijk, dus ik zou het nog niet helemaal uit. Nee, ik heb het nog een jaar de tijd, ja. Hè? Ja. Nou, leuk. Ondertussen maken de volgende twee dames zich klaar voor de casting. Ik ben Chrissie de Bruin, ik kom uit Panningen, 23 jaar. Ik zag de advertentie op Facebook staan en ik dacht gelijk,
dit is het. Dit ga ik proberen. En sowieso omdat ik Fred van Leer wil ontmoeten. En ik doe al langer wat fotoshoots en zo. En wil zo even kijken hoe ver ik kom. Wat verwacht je ervan? In de finale komen. Hoge verwachtingen bij Chrissy. Dat is anders bij de volgende deelnemer. Ik ben Geesje Segers uit Kessel. Ik heb geen hoge verwachtingen. Maar ik dacht, ach, ik probeer het gewoon. Het is lekker in een dorp. Het is heel vrijblijvend. Dus ik dacht, nou durf ik. Ja, ik heb zelf ook in horeca gewerkt. Ik vind het altijd leuk om mensen naar hun plezier horeca te maken, naar hun zin te maken. Ja. Ik zie veel dingen. Ja. Als ik in een restaurant zit en het personeel functioneert niet goed, dan denk ik van, oh, kom op, doe je best. Dus kleine dingen die dan... Dingen zien. Ja. Dingen zien wat nodig is als iemand zonder drankje zit, van ga daar naartoe, ga wat doen. Ja. En ik zie het wel als een wedstrijd, maar ik denk ook dat het gewoon heel gemoedelijk is. Dit was weer de eerste castingdag. Woensdag zijn we weer terug bij onze modellen. Graag tot dan.